Fred, mag ik jou feliciteren met de schitterende overwinning van je ploeg. Jullie hebben een verschroeiende start genomen en het kon zelfs al iets eerder 0-1 geworden zijn na 2 minuten. Jouw analyse graag. Alvast bedankt voor de felicitaties. Maar we zijn naar hier gekomen. Ik kan niet zeggen, mijn gedachte van oké, we hebben hier niks te verliezen. In de achtste finale staat, wil je altijd meer, wil je altijd verder. Zeker als sportmens moet je altijd ondersteunen de kanaal. En ik moet zeggen, de jongens hebben alles fantastisch opgepikt wat de 2-3 dagen getraind hebben. Dus de organisatie zat goed. We scoren uit onze tweede kans. Maar in principe kan de pad, zijn bal kan ook al doelpunt zijn. Mm-hmm. Maar wat mij vooral blij maakt is dat we getoond hebben dat we kunnen voetballen. En dat het was tenis dat gevraagd dat vandaag aan mijn spelers geniet van zo'n wedstrijden. En tracht iets te tonen. Ik moet zeggen, dan nog een keer gekruid met 2 fantastische doelpunten. Mm-hmm. Heel weinig weggegeven. Mm-hmm. De eerste helft. En dat maakt mij enorm trots omdat we aan een mooi project bezig zijn sinds de jaren en half al. En dat we dat nu kunnen tonen tegen een eerste klasse. En dat maakt mij als trainer, maar vooral voor mijn jongens ben ik heel tevreden dat ze dat kunnen opbrengen. Ja. Was het niet moeilijk, Fred? Want uiteindelijk, jullie spelen een schitterend seizoen in tweede klasse op 1 puntje van de leider. Dan kom je naar hier, dan kan je inderdaad wel ontspannen naar hier komen. Maar toch heb je op een bepaald moment moeten nadenken van we zetten alles op die competitie, de promotie eventueel. Of was die beker toch ook wel een niet te versmaden iets? Nee, wij hadden 2 ambities. Zo lang mogelijk meedoen voor de prijzen in tweede klas. En daar zijn we goed op weg, want de weg is nog lang. En in de beker was de doelstelling 6e in de finale zaal. Mijn affiche thuis, oké, dat was dan tegen Leuven. Dat was niet de verhoopte affiche. Kunnen we doorgaan? Dus in principe schrijf je weer geschiedenis als club. En vandaag doe je daar nog iets bovenop. Al in de kwartfinales. Op een meer dan verdiende manier, denk ik. Ja, absoluut. Daar valt totaal niks op af te dingen. Bekerploeg een beetje ook wel. Want uiteindelijk, laten we dat niet onderschatten. OHL bewijst dit seizoen dat ze een degelijke eerste klasse zijn. Jullie hebben die uitgeschakeld. En vandaag blijkt dat dat geen toeval was. Nee, we spelen gewoon goed uit de organisatie. We zijn een ploeg die zich van bewust is dat we niet het meeste kwaliteit hebben van alle ploegen van tweede klas. Maar wij spelen vanuit een goede organisatie met een schitterende mentaliteit. En vandaag heb je gezien, er waren 2-3 spelers bij die de laatste week niet veel gespeeld hebben. En die jongens hebben getoond dat ze volwaardig hun plaats waard zijn in die ploeg. En dat maakt onze kern zo sterk dit seizoen. Ja. Is het niet moeilijk op den duur om te kiezen? Want uiteindelijk in het kampioenschap staan jullie op een zeer verdienstelijke 2e plaats. Op 1 puntje van leider Woluwe. Ja, dat is formidabel. Wat ambiëren jullie nog in de competitie? Want jullie draaien sinds jouw bewind, mag ik zeggen, stevast mee aan de top in 2e. Betekent dat jullie toch een gooi gaan doen nu naar de promotie? Nee, we blijven alles wedstrijd per wedstrijd bekijken. We hebben geen ene druk binnen in de club. Er moet niks en alles mag. En dat is ons grootste voordeel op dit moment. Wij moeten niet, maar wij willen allemaal zo graag. We zijn allemaal spelers die heel ambitieus zijn. En ik als beginnend trainer ook. En natuurlijk, als die resultaten volgen, dan ga je een beetje boven je gaan uitstijgen. En dan ga je zo'n resultaat, eigenlijk vandaag, zo'n prestatie is gelijk vandaag. Ja, misschien tegen een ploeg die niet het grootste zelfvertrouwen heeft op dit moment. Maar dat kan mij worst wezen. Mijn jongens hebben het fantastisch gedaan. Dus. Ja, absoluut. Maar minimaliseer je nu niet een beetje de verdiensten van je ploeg? Want jullie kunnen voetballen, hè? Dat is hier vandaag bewezen. Oké, maar tegen de eerste klasse kun je iets gemakkelijker gaan voetballen. Waarom? Omdat die eerste klasse ook wil voetballen. Ja. In tweede klasse is meer gevechtsvoetbal en dan kom je niet altijd tot zulke wedstrijden. Want ik heb mijn jongens dit seizoen zo nog niet zien voetballen. Dat is ook omdat we de ruimte vandaag kregen. En tegen eerste klasse krijg je altijd iets meer ruimte dan tegen tweede klassers. Omdat het gaat er iets attractiever aan toe. En dan natuurlijk dan zie je dat we jongens hebben die wel serieus kunnen voetballen. Dat is een feit. Maar dat wist ik van op training. Maar dat komt er niet altijd uit. En vandaag is er dat helemaal uitgekomen met het gekende resultaat. Mm-hmm. Wat was er aan de hand met Gert-Jan Martens? Want ik neem aan dat hij straks voor jullie nog een flesje champagne gaat ontkurken. Ja, hij is gelijk de grote ploeg. Als die uitgeleend wordt, mag die niet spelen. Hè. Dat was gekwetst. Voilà. Schitterend. Wel, Fred, ik wil jou bedanken voor het interview. En ik zou zeggen, nogmaals gefeliciteerd en heel veel succes in het kampioenschap. Ik denk ongetwijfeld, zoals jullie vandaag hebben gevoetbald, dat Oostende zeker en vast een kandidaat is om mee te doen voor het kampioenschap, op zijn minst voor de periodetitel. Nog heel veel succes. Dank u wel.
Voilà, dan gaan we naar onze trainer Glenn. Hartelijk welkom op de persconferentie. Jouw eerste persconferentie. En ja, alvorens misschien de analyse van de wedstrijd te vragen, zou ik zeggen. Je bent hier amper twee wedstrijden en je hebt al twee verschillende wedstrijden moeten verwerken. Hè? Vorige zaterdag op Mechelen, een klein beetje euforie, schitterende 0-1 overwinning. Weliswaar met een beetje meeval, maar goed, dat heb je nodig, denk ik. Vandaag verwachtte iedereen dat het misschien wel zou lukken en valt het dik zwaar tegen. Hoe heb je dat ervaren? Tja, ik denk dat ik dat ervaren heb zoals de meeste mensen in het stadion vandaag. Mm-hmm. Hey, die dan niet van Oostende waren, maar van Waasland-Beveren. Mm-hmm. Ik denk dat gemeende excuses naar de supporters op zijn plaats zijn. Van iedereen die met sportieven te maken heeft. Ik denk als je al zo'n wedstrijd begint, want je krijgt eigenlijk al na twee minuten een doelkans tegen. Mm-hmm. Dan denk je van iedereen schiet wakker. Maar ja, dan blijf je gewoon op hetzelfde elan voortgaan. En inderdaad, wij moesten vandaag het spel maken en daar hebben we het, daar hebben we het dan moeilijk mee. Maar als je ziet hoe laks dat we de eerste helft gespeeld hebben, dan daar zijn daar geen excuses voor. Ja, want ik wou bijna zeggen, Glenn, uiteindelijk de blitzstart kwam van Oostende. Eigenlijk hadden we dat van onze ploeg verwacht, hè? Ja, we hebben daar de ganse eerste helft niks tegenovergesteld. Mm-hmm. Ik bedoel, je verwacht dan een reactie op het veld, wat ook logisch zou zijn. Hè, want je bent toch nog altijd de eerste klasser die tegen een tweede klasser speelt. Met alle respect voor Oostende, want zoals Fred ook zei, ze hebben goede voetballers. Dat heb ik zondag zelf met mijn eigen ogen kunnen zien tegen Antwerpen. Maar wat wij daar tegenover gezet hebben, voetbalistiek, maar dat kan gebeuren, want een slechte wedstrijd, daar heeft iedereen recht op. Maar als dan de wedstrijdmentaliteit ook nog wegvalt, ja, dan heb je een gigantisch probleem. Mm-hmm. Kwam de wedstrijd een beetje ongelegen? Ik bedoel, ja, mooie overwinning in Mechelen, goed voor het vertrouwen zou je dan denken. Dan is die volgende competitiewedstrijd, die eigenlijk heel belangrijk is, tegen Standaar. En dan zit daar ergens middenin Oostende voor de beker. Ik zou zeggen, een mooi cadeau had je de club kunnen bezorgen, of hadden de spelers de club kunnen bezorgen door verder te bekeren en wat centjes in het bakje te brengen. Dat is niet gelukt, maar kwam de wedstrijd ongelegen? Een voetbalwedstrijd komt nooit ongelegen. Ik ben lang genoeg zelf voetballer geweest. En mijn collega ook, om te weten dat er niks mooier is dan voetballer zijn. En als je dan op een veld komt, dan moet je gewoon je stinkende best doen om er het beste van te maken. En als je dan na 90 minuten van het veld gaat en je hebt je best gedaan en de tegenstander was beter, dan feliciteren die mensen. En dan ga je gewoon naar de volgende wedstrijd. Maar als je zo'n non-wedstrijd speelt zoals wij vandaag hebben gedaan, ja, dan, dan kan je moeilijk tevreden zijn als coach. Ja, maar hoe verklaar je dat? Want uiteindelijk, jullie hebben in Mechelen 0-1 gewonnen. Ik had de indruk dat alles pijs en vree was. Hè. Het was moeilijk in Mechelen, maar je ontsnapt. Dan denk je, dit kan alleen maar het vertrouwen van de spelersgroep ten goede komen. En dan krijg je op papier een tegenstander waarvan je denkt, goede voetballende ploeg Oostende, maar in principe moet je nu eens tonen wat je waard bent en dat lukt niet. Heb je daar een verklaring voor? Hoe kan dat? Want uiteindelijk die wedstrijd in Mechelen moet toch voor vertrouwen hebben gezorgd. Ja, maar die twee wedstrijden zijn niet te vergelijken. Nee. Ik bedoel, dan niet alleen, maar in KV Mechelen speel je vanuit een bepaalde organisatie. Mm-hmm. Moet je het spel niet maken en ga je van daaruit reactievoetbal spelen. Dat ligt deze ploeg veel beter dan dat je thuis speelt en het spel moet gaan maken. En dan ook nog eens snel een doelpunt slikt waar je achter de feiten gaat aanlopen. En dan hebben wij een gigantisch probleem, maar daar zijn op voorhand ook afspraken over gemaakt. En als die niet worden aangekomen, ja, dan heb je als team, dan heb je gewoon een gigantisch probleem. Ik heb vorige week gezegd, ik heb Waasland-Beveren heel veel dvd's gezien van wedstrijden waarin dat we op counters zijn gelopen. Ja, laat ons eerlijk zijn, als Oostende vandaag nog 2-3 doelpunten meer maakt, dan hebben we gewoon niks te zeggen. Ja. Wat was er met Wesley Sonck aan de hand? Nou, Wesley heeft blijkbaar in de opwarming, wat we niet wisten, al een kleine verharding gevoeld in zijn billen. Hij wilde dan toch absoluut spelen. Ja, met het waarschijnlijk een inactiviteit tot gevolg. Dus ik denk dat die blessure toch wel ernstiger is dan we nu op het eerste zicht konden zien. Maar ja, als we Wesley verspelen, is dat gewoon een aderlating voor deze ploeg. Mm-hmm. Nu de tweede helft. Ondanks de 0-2 begonnen we wat gretiger, wat sneller spelen. We hebben dat niet kunnen vasthouden, maar mag ik zeggen, hoe denk jij over het invallen van de spelers Seoudi en Plut?
Goh, ja, ik ga geen individuele analyse maken hier op deze persbal. Want ik denk dat vooral de drive een klein beetje beter was. Dat het iets meer inzet vertoonde. En dat we voor meer dreiging hebben gezorgd zonder echt grote kansen af te dwingen. Want oké, Oostende had daar op dat moment genoeg om het centrum dicht te houden. En te loeren op de counter, wat hun goed recht is, absoluut. Maar waar ik bijvoorbeeld ook een gigantisch probleem mee had de tweede helft, was dat mijn spelers veel meer op de grond lagen vanwege het schoeisel dan een tegenstander. We zijn ondertussen, denk ik, december. Ja, als je daar nog niet op ingespeeld bent, dat je je schoeisel moet verzorgen, ja, dan ben je volgens mij geen professional. Mm-hmm. Dat zijn harde woorden. Is dit een collectief falen, mogen we het zo zeggen? Ja, ik denk dat wij deze bladzijde moeten omdraaien, dat we daar voldoende lessen moeten uittrekken, absoluut. Laat ons eerlijk zijn, het hoeft voor ons geen nadeel te zijn om uit de beker te gaan, want de competitie die zal al zwaar genoeg wegen, denk ik, voor ons. Mm-hmm. Maar dat was vooraf zeker niet het plan en wij wilden absoluut heel graag de club vooral de kwartfinale van de beker schenken met twee mooie affiches. Ik weet niet tegen wie, want ik heb nog altijd andere uitslagen naar gehoord. Naar verluid Cercle, Glenn. Naar verluid Cercle, oké, dat is dan misschien een spijtige zaak, maar ja, ik zeg het, het is niet zo. Ik wens KV Oostende veel succes in de volgende ronde. En als zij in twee wedstrijden hetzelfde kunnen brengen tegen Cercle Brugge, ja, dan hebben zij misschien wel kans op de halve finale. Ja. Hoeft deze zware 0-3-nederlaag consequenties te hebben voor de wedstrijd die nu zondag op het programma staat tegen Standaard? Nee, absoluut niet. Ik denk dat het vooral ons, de staf, voldoende instrumenten geeft om een aantal zaken op scherp te zetten. Ik vind nog altijd dat één zaak niet mag wegvallen bij een voetballer en dat is wedstrijdmentaliteit. En dat heb ik vandaag bij te veel spelers gezien en daar ben ik absoluut niet tevreden over. Ja, maar kan je daaraan werken op een paar dagen tijd? En sowieso in het algemeen zijn dat spelers die gewoon op dat moment, of niet alleen op dat moment, maar die iets te weinig in huis hebben? Wedstrijdmentaliteit heeft niks te maken met voetballistieke kwaliteiten. Kijk, als je voetballistieke kwaliteiten, talent, daar kan je over discussiëren. Maar als je als voetballer een profcontract tekent, dan weet je dat er één ding is dat nooit mag wegvallen, en dat is de wedstrijdmentaliteit. Mm-hmm. Tot slot, Glenn. Ik dacht na de wedstrijd KV Mechelen, Waasland Beveren, Glenn de Boek, voordien analist, rustig wedstrijdjes vanuit de studio bekijken. En dan zit je daar op die bank in Mechelen, dan moet je 90 minuten spartelen om te overleven. Hoe moeilijk is dat? Of kun je dat dan nog prettig vinden? Ik veronderstel van wel, want anders kies je daar niet voor, maar toch? Kijk, voetbal is het mooiste dat er is. Prettig vinden. Kijk, ik heb met mijn volle verstand getekend voor Waasland Beveren. Ik wist dat het een moeilijke opdracht zou zijn. Maar ik ben ervan overtuigd dat als we dezelfde mentaliteit als op KV Mechelen tentoonspreiden, dat we nog leuke tijden gaan beleven. Maar dat zal iedereen morgen wel moeten beseffen. Ja. Hoe ga je morgen naar de training met de gasten? Wordt dat moeilijk? Wordt dat hard? Nee, ik denk dat wij vooral de kop bij elkaar moeten steken en ik heb de gewoonte van hier mijn wedstrijdanalyse te maken met de spelers. Dus ik zit hier morgen vroeg om 10:00 zit ik hier terug achter dat bureau en dan zal ik voldoende woorden uitleg krijgen van mijn spelers. Ik wens jou heel veel sterkte en succes bij die moeilijke opdracht.